midden jaren 50, ongeveer 1955, toen werden er oude brandspuiten, die werden teruggevonden. Die waren op een zolder verstopt voor de Duitsers, want daar zat veel koperwerk aan en dat koperwerk dat ging allemaal naar Duitsland toe. En midden jaren 60, toen waren er 4 brandweerlieden van de vrijwillige brandweer Borculo, die kwamen op het idee om een brandweermuseum te stichten, naar aanleiding van de gevonden spuiten. Hier komen we bij een van de spuiten die teruggevonden is in Borculo op een zolder. Dan zien we een mooie windketel erop van koper en een rood koperen zuigkorf. Dat ziet er toch indrukwekkend uit, dat zie je tegenwoordig niet meer. Nee, het meeste heeft allemaal in Nederland dienst gedaan. Wij stellen tentoon en we onderhouden al die wagens. Constant loop je de hele dag iemand rond en als hij weer wat ziet, die wagen, daar zit houtworm in of net zo er wat, dan worden de vrijwilligers erop aangesproken en dan zeggen ze van ja, dat moeten we repareren. En alle motoren van de auto's, die krijgen de vrijwilligers aan de praat, die lopen. Dit is een Amerikaanse, ja, alles doet er nog aan en dat zal ik even laten zien. Dan gaan we er even op zitten. Wij zijn op zoek naar rondleiders. Dat wil zeggen iemand die aan een groep mensen een boeiend verhaal kan vertellen over de historie van de brandweer. De mensen worden eerst begeleid en dan later laten we ze met een groep alleen los. Ja, het is een stukje cultuur wat bestaan moet blijven. En zo is het. Dus meld je aan.